IJsselmeervogels in het rood is op de eigen Westmaat nog ongeslagen. Hekkensluiter Sparta Rotterdam haalde uit nog geen punt en staat binnen een minuut met 1-0 achter. Een slechte terugspoelbal van Luidens en de goal is van Brian Burgerhout. Luidens te kort terug. Burgerhout loopt goed door en door de benen van doelman Kranings. Zet die IJsselmeervogels op 1-0. Maar IJsselmeervogels gaat dan knoeien en krijgt even voorbij het half uur de rekening gepresenteerd. Juri de Winter maakt de eerste uitgoal voor Jong Sparta in dit seizoen. De bal wordt verlengd door Grot per ongeluk en Carmelia bij de eerste paal lijkt die bal te kunnen hebben, maar heeft hem niet. De tweede helft gaat heel lang gelijk op. Tot in de slotfase IJsselmeervogels de kansen krijgt. Eerst Powell, dan Olijfveld en dan nog een keer Barry Powell. Jong Sparta, dat ook zeker kansen gehad heeft om op 2-1 te komen, komt goed weg. Maar in het laatste kwartier is IJsselmeervogels de betere ploeg. En gaat het op jacht naar een overwinning die het eigenlijk niet verdient. Meraki, Carmelia, dit is wel een goede aanval. Carmelia, Powell en weer redt het aluminium Jong Sparta. Het aluminium heeft gevoel voor gerechtigheid in deze wedstrijd. Want een overwinning voor IJsselmeervogels zou niet verdiend zijn. Maar ja, daar malen de rooien natuurlijk niet om. Barry Powell jaagt op die overwinning en Olijfveld raakt die bal niet goed. En zo blijft het 1-1. En daarmee krijgen beide ploegen wat ze verdienen. En de eindstand is 1-1.